Shakira. Yeah. Okay. 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 Gezelligheid. Geweldig allemaal hier. We hebben heel hard gewerkt om een fantastisch weer voor jullie te krijgen. Dat is ons gelukt. En ik wil graag welkom heten aan alle leden. Met ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's en dergelijke. Oud-leden. Onze ereleden niet te vergeten. En uiteraard onze sponsoren. De leveranciers van het kunstgrasveld. En onze burgemeester Mark Buijs. En uiteraard onze eregast Teun de Nooijer. Teun, je hoort dat je bent wereldberoemd hier. Ik wil op twee dingen even terugkomen. Dat is de totstandkoming van dit veld. We zijn een relatief kleine club. Bij de laatste jaren is er een enorme groei geweest, met name bij de jeugd. Nou, daar hoef ik er even om je heen te kijken om dat te constateren. Toen zijn we naar de gemeente gegaan en gevraagd: kunnen jullie ons helpen? Vervolgens zijn er vele gesprekken geweest. Ten eerste kan dat wel qua locatie. Is er plek? Want het ging om een half veld. Is er plek? En uiteindelijk staan we hier op het halve veld. En het is mede te danken aan onze buren, de voetbalclub DVV. Die ons geholpen heeft met een deel van het voetbalveld van hen. Waarvoor grote dank, DVV. En dan zijn we door gaan praten met de gemeente, zoals gezegd. Het duurde nogal lang en het gaat dan bijna altijd met sportclubs over de financiering. Ook hier ging dat lastig en moeilijk, maar toch, uiteindelijk zijn we aan het eind van vorig jaar eruit gekomen. En niet in de laatste plaats, dankzij een klein steuntje in de rug van de huidige burgemeester. En ook daarvoor dank. Ik zei al, onze eregast, Teun de Nooijer. Ik noem het toch maar even de meest gelouterde hockeyer ter wereld. Hij heeft ongeveer alles gewonnen wat je kan bedenken. Hij heeft verschrikkelijk veel wedstrijden, 453 tuin. Waarvan nummer 1 hier, en daarom staat hij hier. Zijn allereerste interland was op Liemde. De wedstrijd was hier en dat was het debuut van Teun. 5-0 gewonnen tegen Nieuw-Zeeland. Teun heeft niet gescoord, maar dat heeft hij in latere jaren meer dan goed gemaakt. Want die zijn niet te tellen, die goals voor hem. Ik wil realiseren een prijs voor jonge kinderen waar ze in eerste instantie naar gaan komen met hockey. Maar ook voor ouders, er komen een paar gezellige sitjes. En ja, dan heb je het over een naam. En een naam voor een pleintje is altijd best wel belangrijk. Dit wordt het Teun de Nooijerplein. Ja, super. Maar dan komen we nu bijna bij het hoogtepunt van vandaag, de echte officiële opening. Maar dan wil ik nog even de aandacht voor iets anders. Je bent begonnen als 6-jarig meisje bij de hockeyclub Concordia in Roermond. Daarna naar Forward gaan hockeyen. Je bent als student begonnen met trainen en al heel snel hebben ze in de gaten dat je goed kan hockeyen. Dan heb je ze gevraagd om mee te hockeyen. Dan heb je de overgangsklasse gespeeld. Vervolgens ben je uiteindelijk gelukkig hier in Leeds beland. Waar je de laatste jaren ontzettend veel bezighoudt met allerlei activiteiten met betrekking tot de jeugdcommissie. Ik hoef er maar een paar te noemen. De mini-slotdag, die jij hebt geïnitieerd ook, mede grondlegger. Die heel erg bekend is hier in de omgeving vanwege de gezelligheid en uniek. HCL Hotel, het muisje.
Je traint de jongste jeugd. Je traint meisjes D1. Je coacht meisjes D1. Je bent de grondlegger ook van de recreanten die ook exclusief traint. Een club heeft altijd vrijwilligers nodig. En soms, heel soms, hebben we het geluk dat we een unieke vrijwilliger hebben. Een vrijwilliger die zich altijd inzet. Een vrijwilliger die altijd meer doet dan eigenlijk verwacht. Een vrijwilliger die uniek is in zijn soort en die het verschil maakt voor een club. Annemarie, jij bent zo iemand. Niet zuchten. Daarom vind ik het ook een hele grote eer om jou vandaag te mogen benoemen als erelid van onze club HCL. We zijn nu samen met Teun. Even kijken, het pop is nu verdwenen achter alle kinderen. Wat staat hier? Wij zijn samen met Teun jouw nieuwe wedstrijd omhoog wil halen van het bord. En dat zo direct ook aan wil doen. Ja, het bord vast. Nee, de voorkant is belangrijker. Als je samen het shirt omhoog gaat, dan zie je dat jij in onze legendarische namenlijst komt te staan. Als erelid van Hockey Club Link. Ik heb een goede maat. Is weg. We staan hier bij Annemarie de Klerk. Van harte gefeliciteerd, want je bent net benoemd tot erelid. Ja, ik ben enigszins verrast. Ik heb helemaal de zenuwen in mijn lijf, zeg maar. Ik had het niet zien aankomen. Dat is natuurlijk het leukste, hè, dat je het niet ziet aankomen. Als jij erop terugkijkt, wat is voor jou nou het belangrijkste geweest? Nou, de belangrijkste reden is natuurlijk als je eigen kinderen gaan hockeyen. En ik zelf vanaf jongs af aan ook al gehockeyd heb. Hè. Vanaf mijn 7e hockey ik al. Altijd met veel enthousiasme en getraind, wedstrijden gespeeld. Ik ben er min of meer mee opgegroeid zelf. En gelukkig hadden kinderen die het ook leuk vonden. Want iedereen denkt altijd dat ik dat al heb gepusht. Hè. Maar dat is niet helemaal. Ja, gewoon als een kleine club als Liemde, het kleinschalige. Ik vind het gewoon leuk om van alles te doen. Oké. Okay. Gewoon, ja, het is meer dan hockey alleen. En zeker bij zo'n club als Liemde. En naar de toekomst kijkend, wat ga je verder doen? Wat ik niet verder ga doen? Oh ja, dat is een beetje een moeilijke vraag. Ik denk doorgaan zoals we nu aan het hockeyen zijn. En hopelijk dat er meer jongens bij komen ook. Want het is altijd nog moeilijk, hè? Een dorp als Liemde, iedereen gaat voetballen. Terwijl hockey voor jongens zeker zo leuk is. Dus ik hoop dat er meer jongens komen deze tijd. En ja, vooral zo doorgaan zoals het nu gaat. Kas, wat een fantastisch mooi doelpunt. Jij mag ook het eerste stukje taart halen bij de burgemeester en de vakbond. Alsjeblieft, ben je er blij mee? Ja. Ben je lekker bezig? Wij gaan maken. We staan hier bij Guido Born, voorzitter van de TC en bestuurslid. Hoe is dit allemaal een beetje tot stand gekomen? Nou, eigenlijk is het tot stand gekomen uit de noodzaak die we hadden om capaciteitsuitbreiding. Door de week bij de trainingen zijn er veel te veel teams op één veld. En het wordt ontzettend moeilijk en lastig om dan de trainingen goed te plannen. Maar het grootste probleem was eigenlijk wel op de zaterdag. Door de grote groei die we hebben meegemaakt de afgelopen paar jaren zijn er teams geweest die echt, we hebben moeten uitwijken voor hun thuiswedstrijd. Dus die hebben hun thuiswedstrijd gespeeld bij een gastvrije hockeyvereniging in de buurt in Schijndel. En ja, dat is natuurlijk nooit de bedoeling van een hockeyvereniging. En dat is eigenlijk de noodzaak en de aanleiding geweest waarom we dit veld hebben aangelegd. Als ik kijk naar de ledengroei die je zegt, wat is het geheim van jullie succes dan? Ik denk dat het teruggaat naar de slogan die we altijd hebben gevoerd. De fijnste kleine hockeyclub van Brabant. En daar houden we ook ons aan. We hebben aandacht voor iedereen. En iedereen is gelijk. Dus alle teams krijgen dezelfde aandacht. Met trainingen, met coachen, met de wedstrijden, op de club, met organisaties. En ik denk dat dat de kracht is van Hockeyclub Liemd.
Verder in die toespraak had je het over dromen. Een aantal dingen zijn gerealiseerd, maar als je nu naar de toekomst kijkt, wat zijn op dit moment jullie dromen? Als je kijkt naar de korte termijn, dan kijken we toch echt naar een realisatie van het pleintje wat we hier tussen zien. Het Teun de Nooier pleintje, hebben we net ook zo genoemd. Dat wordt een pleintje waar alle jongsten voor het eerst in contact komen met hockey. En ook waar de ouders gewoon gezellige zitjes kunnen plaatsnemen. Maar ook de ballenvangers, die zijn aan vervanging toe. Die moeten ook iets hoger voor de veiligheid van de buren. Het scorebord willen we vervangen. En dan kijk je natuurlijk in de verdere toekomst. Ja, dan hoop ik dat we nog steeds kunnen nastreven waar we nu staan. En dat we over 10 jaar bijvoorbeeld nog steeds de fijnste kleine hockeyclub van Brabant zijn. Waar iedereen van het veld afloopt met een glimlach. Teun, ik hoorde iets van dat jij 20 jaar geleden hier je eerste interland. Klopt dat? Ja, klopt. Ja, ik kwam in 1993 bij het Nederlands elftal. En in 1994 was hier een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En een kwartier voor tijd ongeveer mocht ik invallen. En toen stond ik inderdaad op het veld hiernaast, daar bij die dugout. En liep ik met de manager naar de middenlijn en toen was het wisselen geblazen. Ja, dat is lang geleden en ik was natuurlijk ongelooflijk zenuwachtig. En uiteindelijk de wedstrijd afgemaakt en we wonnen met 5-0 tegen Nieuw-Zeeland. Ja, het was dus wat dat betreft speciale herinneringen. En welke bekende bokselliemde uit Boksel ken jij? Nou, natuurlijk Jeroen Delmee. Daar heb ik ongelooflijk veel wedstrijden mee samengespeeld. En we leerden elkaar eigenlijk kennen in het Nederlands B. En toen was hij al de aanvoerder van dat team. En later in het Nederlands elftal was hij natuurlijk weer de aanvoerder. En trouwens, Jong Oranje was Jeroen ook de aanvoerder. En daarnaast natuurlijk Pietijn Gerrits. Daar heb ik ook ongelooflijk veel wedstrijden meegespeeld. En daar heb ik nu ook nog heel goed contact mee. Ook via de ABN AMRO waar hij nu werkt. Ja, dat zijn wel twee grote namen uit het Bokstelse hockey. Bedankt voor het interview. Oké, natuurlijk. Ja.